ik ben net begonnen aan mijn plasticvrije week en ik dacht ik ga even naar de Turk voor knoflook. Maar het is een plastic netje, dus die kan ik mooi kopen. Gelukkig bij de volgende Turkse supermarkt wel gevonden. Oké, ik ga zo de deur uit en ik moet eigenlijk een beetje boodschappen doen. Dus, en ik wil koffie. Dus ik dacht ik neem deze mee. Ik heb wat van die zakjes gemaakt in verschillende maten. En ik dacht nog een potje even voor noten. Dus dat tasje ga ik maar de hele middag meezeulen. Ik ging helemaal bij de bakker zeggen van ik wil geen zakje bij een broodje. Ik heb hier zelf een zakje. Ik had ook even een broodje brie gehaald, dus ik moest nog lunchen. Ik zit het hier in. Ik weet het is geen plastic, maar ik dacht ik ga dan ook gewoon proberen om überhaupt minder onnodig afval te hebben. Maar je moet er dan dus echt expliciet om vragen van mag ik het gewoon zo en niet in een zakje en bla bla. Nou jongens, ik dacht het is heet, dus ik ga een ijskoffie halen bij een grote Amerikaanse keten. Mijn eigen beker mee, dus ik kom daar aan bij de kassa. Zegt de jongen, oké, is goed. En doet hij vervolgens, schrijft hij alles op een plastic beker, doet hij die in mijn beker. Ja, ze maken het toch in deze plastic beker, want het moet ervoor dat er streepjes op staan. Dus hij failed. Ik heb het wel zonder rietje, maar dat drinkt echt voor geen meter. Oké, ik ga, het is dag, even kijken, dag 5 en ik ga eindelijk voor het eerst boodschappen doen. Ik heb al even een lijstje gemaakt. Een recept voor zelf krusli maken, want die is op. En dat zit natuurlijk altijd in plastic. En ik heb een soort van verpakkingsvrije winkel gevonden in Amsterdam. Ze verkopen in ieder geval allemaal dingen in bulk. En dan moet ik nu dus eventjes gaan tellen hoeveel bakjes, zakjes, whatever ik dan nodig heb om al die shit in te stoppen. Ik heb volgens mij noten dus. Ding voor krusli, ik wil pasta, ik wil rijst, dus dat wordt best een grote tas die ik moet meenemen. Ik heb echt een hele tafel vol met spullen. Bijwasdoeken, dat is een soort alternatief voor aluminiumfolie. Tasjes, tupperware en potjes. Dus ik hoop dat ik het hiermee ga redden. Ik heb even een beetje met mijn lijstje gecheckt wat ik allemaal moet hebben. En ik hoop niet dat ze dit dan meewegen, want dan wordt alles natuurlijk veel duurder. Ik ga in ieder geval alvast met 3 kilo heen, terwijl ik nog niet eens boodschappen heb gedaan. En ik moet dus, dat vind ik wel lastig. Normaal ga ik gewoon vaak naar de Albert Heijn om de hoek of de Jumbo om de andere hoek. En nu moet ik echt 20 minuten gaan fietsen, omdat de enige verpakkingsvrije winkel van Amsterdam gewoon niet echt bij mij om de hoek zit. Ik ben zelf helemaal geen planner op het gebied van boodschappen. Vaak doe ik eigenlijk elke dag boodschappen en kom je toch vaak weer uit in de supermarkt, waar heel veel dingen onnodig in plastic zitten. Dus ik merk meteen al dat het veel meer planning en voorbereiding vergt nu ik dat plastic moet vermijden. Ik heb net de pasta geschept en kan je dus je potjes even laten wegen en dan plakken ze erop hoeveel ze ervan af moeten trekken. Anders wordt het natuurlijk een beetje duur grap. Ik wil nog rijst, ik wil nog noten en ik wil nog kokos. Alles duurt ongeveer 6 keer zo lang dat je heet moet zoeken wat heb ik eigenlijk nodig en hoeveel wil ik ervan. Maar het is wel leuk. Ja, zo is het ook helemaal niet. Ja, dat is zo. Oké, het was half geslaagd en half heel frustrerend. Pasta, krusli. Oh ja, bananenchips. Want ik wil ook nog wel wat snacken, want snacks zijn dus heel moeilijk. Dit is rijst, noten, dus om zelf krusli te maken nog kokos, thee. Ik ben erachter, melk hebben ze dus niet in flessen, maar yoghurt wel. Dus so far zo goed, dat voelde als een alsof je zelf supermarktje mocht spelen. Maar toen kwam het frustrerende deel, want ik moest ook nog avondeten. En ik heb al 3 dagen dan wel niet 4 pasta gegeten en daarvoor 2 dagen rijst. Dus dat wilde ik niet, dus ik dacht, ik heb nog blokjes voor pheu, voor Vietnamese noedelsoep. Maar dan kom je bij de toko en dan is de tofu niet onverpakt. Of tenminste, hij was wel onverpakt, maar past niet in mijn bakje. En je hebt natuurlijk dit nodig dan. En het zat alleen in plastic. En toen had ik geen zin meer om nog naar 100 winkels te fietsen, had ik in de tussentijd al gedaan. Het wordt langzaam steeds frustrerender, maar ook leerzaam. Jongens, ik ben net heel rebels geweest. Ik heb in de appie de sla uit zijn plastic gehaald, omdat ik het onzin vond die erin zit. En hem zo meegenomen in een mandje naar de kassa. Meisjes zijn er niks van. Er ligt nu wel een plastic huls in de appie. Goedemorgen jongens, ik heb een beetje plastic vrij te leven. Hoe je het moet doen.
We beginnen makkelijk. Groenten. Ja. Koop je die nog wel in de supermarkt? Nee, wij kopen heel veel bij een coöperatie. We wonen nu in Amersfoort en daar kun je heel veel groente en fruit krijgen van het land. En dan weet je dus ook dat het lokaal en biologisch is. Maar in een biologische supermarkt zoals deze kun je ook heel veel groente onverpakt krijgen. Kijk zeker maar. In het seizoen. Dus dat is makkelijk beginnen eigenlijk. Ja, ja. We hebben het gevonden. Dit is seitan. Dat is iets wat je bijvoorbeeld als je vleesvervangers wil eten, maar je wil ze niet in plastic verpakking, zou je bijvoorbeeld hiervoor kunnen kiezen. En dit is op basis van gluten. En dus het is niet glutenvrij. Als je glutenvrij eet, dan is dit geen optie. Wat wij ook altijd zeggen, als je iets in glas koopt, zorg dan niet dat je gelijk die bak weer bij de glasbak brengt. Maar kijk of je de pot nog kunt hergebruiken. Even knijpen, dat helpt heel goed. En je kan het vaak ook zien. Hier zie je dat het karton recyclebaar is. Dus dan denk je, oh, karton, oké, chill. Maar als je dan knijpt, hoor je dat er ook nog stiekem een plastic verpakkingje in zit. Dat is heel geniepig eigenlijk. We zijn aanbeland bij het snackschap. Wacht, dat is eigenlijk achter ons deur draaien. En ik hou heel veel van snacks. En ik eet heel veel snacks. En dus koekjes, snoepjes, chips. Maar dat zit allemaal, vaak zit er plastic in. Ja, chipzakken worden sowieso ook niet gerecycled. Omdat ze niet recyclebaar zijn. Ja, met het gemengde. Ja, ze zijn maar bezig met techniek om dat te doen. Maar nu nog niet in ieder geval. Hoe eten jullie? Wat voor snacks eten jullie? Nou, ik hou ook van snacks. Dus ik eet gelukkig nog gewoon snacks. Qua koekjes en dat soort dingen gaan we gewoon naar de bakker. En dan halen we ze gewoon in ons eigen bakje. Homemade popcorn, dat is ook echt een super chille optie. Je kunt heel vaak popmais loskopen. En dan, nou ja, met een heel klein beetje mais kun je heel veel popcorn maken. Dus dat is een goed alternatief voor chips. Je ziet daar ook wat van die bulkbakken. Die kun je ook op veel plekken wel vinden. Of bij een delicatessenwinkel. Noten met chocolade erop en zo. Ja, precies. Chocoladerozijnen, dat soort dingen. Dat kun je ook nog doen. Of gezouten noten, als je dat lekker vindt. Dus er zijn gelukkig nog wel opties om te snacken. En zijn er nog snacks die je heel erg mist sinds je zero waste leeft? Nou, echt missen niet per se. Maar dingen zoals een Twix of een Mars of zo, die kun je gewoon niet zonder verpakking krijgen. Dat is gewoon onmogelijk. Opmaakmiddel zit in een plastic fles. Ja. Nou ja, wij gebruiken eigenlijk alleen nog maar natura-zijn en baksoda om schoon te maken. Kan je alles mee schoonmaken? Ja, eigenlijk wel. Dus chill. Het is echt super chill. Ook goedkoop? Heel goedkoop en heel makkelijk. En heel veel dingen hebben we ook gewoon geschrapt. Ik had eerst 5 verschillende gezichtscremes en lotions en tonics en weet ik het wat. Nu doe ik gewoon 1 zelfgemaakte crempje en dat is prima. En die hoef ik maar eens in een paar maanden eventjes te maken en dat kost een paar minuten. En voor andere dingen zoals bijvoorbeeld wattenschijfjes, wegwerpwattenschijfjes, hebben we nu gewoon herbruikbare van biologisch katoen. Ja. Yay! En even denken, wat heb je nog meer? Nou ja, scheermesjes heb je normaal natuurlijk ook wegwerpscheermesjes. Daar hebben we een ouderwets scheermes voor, waarvan je alleen maar de mesjes hoeft te vervangen, die van aluminium zijn. Staat ook op mijn lijstje, maar ik wil het niet doen voordat deze die van plastic is op is. Ja. Dat is natuurlijk ook zonde. Ja, precies. En dat is sowieso ook wel een tip hoor. Maak eerst alles op wat je hebt, want dan kun je ook stap voor stap zeg maar de verandering door gaan voeren. Oh, mijn shampoo is op. Wat is er allemaal voor alternatief voor shampoo? In plaats van dat je alles in één keer gaat doen. Ik heb echt super veel geleerd tijdens dit supermarkttripje. Weinig gekocht, want dat had ik natuurlijk allemaal al bij de verpakkingsarme supermarkt. Dus heel erg bedankt, Jessie. Graag gedaan. Als het goed is, is het overkoepelend advies: begin klein en houd haalbaar. Ja, klopt. En begin echt met die wegwerpproducten. Als je daar nou meer hulp bij nodig hebt, ga op Plastic Dieet. www.plasticdieet.nl kun je gratis aanmelden. Een maand lang dan, hè? Ja. Geen wegwerpproducten. Ja. Lijkt me best haalbaar. En als je nog meer tips en inspiratie wilt, op 18 september ligt ons boek in de winkels. Daarin vind je nog veel meer tips, DIY's, recepten, alles over onze mislukkingen en successen. Dus check die ook vooral, het Zero Waste project. Echt heel erg bedankt. Ik ga weer helemaal geïnspireerd aan de slag om nog duurzamer te leven. Wie weet volgt dat scheermesje die shampoo bar binnenkort. En ik hoop dat jullie ook veel geleerd hebben van deze vlog. Kijk, over snacks gesproken. Ik ben dus net bij een bonbonzaak geweest. En ik heb gewoon in dit potje even 2 bonbons gehaald.